We staan hier bij een eikenboom aan de Mandensteeg. Ja. De Maanstegen. Maanstegen. Ja. Je hebt hier wat gevonden, hè? Ja. En wat was dat? Een kogel. We waren hier die sloot aangeraamd. En achter die boom kwamen twee kogels tevoorschijn. Op het land van oom Albert Keizer. Oké. Okay. En oom Albert Keizer heeft ze midden en nu ze neemt. Die heeft ze jaren bewaard. Maar nu ben ze weer, die is overleden. En nu ben ze tevoorschijn gekomen heb ik ze gevonden. En dat is een kogel die is gebruikt om Steenwijk te ontzetten. Maurits is deze Maanstegen langsgekomen door Steenwijk. Die Steenwijk staat onder de Spanjaarden. En toen heeft Maurits Steenwijk ontzet. En toen ben deze kogels ben blind. En we hebben er nog één. Opnieuw is ook. Ja, nee, maar die vinden we niet weer. Nee. Maar dit hebben we van het spul van normale keizer zat er nog weer tussen. Ik heb hem net in mijn hand gehad, maar hij was hartstikke zwaar. Is zeer zwaar. Je moet hem niet in Jan krijgen. In ieder geval. Nee, maar dan deden ze het ook. Als je maar die muren en zo en die wallen bestemmen kapot schiet. Ja. En daarvoor gebeurt het. Dus je hebt een heel mooi stukje geschiedenis van de omgeving in de hand. Ja, ja, en die wil ik eigenlijk aan de historische vereniging aanbieden. Oh, we kunnen die beter bewaren dan zeker. Ik denk dat ze daar wel een mooi plekje voor hebben. Nou, ik dacht de oude inwoners weer dat allemaal, dat die Maurits er toen langer gekomen. Ik mis die hele halen, misschien dat zien gewoon. Ja. Dacht hij ook niet? Dat kan toch, of niet? Of zou die zo al niet meer nemen? Ik denk dat hij de koers niet meer jagt. Oh. Nee, dat geloof ik ook niet. En dan kan iedereen in Nijenveen en omgeving. En ons hele nageslacht weet het dan wat er hier gebeurd is op die Maanensteeg. Ja, op de Maanensteeg. De Maanensteeg, die liep van Meppel naar Steenwijk. Oké. Ja. Maurits heeft de danen. Maurits, die had met zijn man. Maurits van Oranje? Ja. Nou, zoiets. Maurits was dat. Uit die familie? Ja, die hebben het Nederland bevrijd van de Spanjaarden. Die lui. Ja. Heeft die kogel toch goed werk dan? Nee, deze niet. Die wisten vleuren. Die had hem weggegooid, die waren te zwaar, denk ik. Maar de eigenaar van die kogels, ja. Ja. Nou, mooi. We gaan hem zorgen dat hij bij de historische vereniging een mooi plekje krijgt. Ja. En dan kan iedereen in Nijenveen daar van meegenieten van het verhaal. En, ja. Alvast namens de vereniging heel erg bedankt. Graag gedaan. Maar je kan hier dus helemaal naar Steenwijk lopen. Ja, niet meer. Door het natuurgebied. Niet meer, maar dat is, officieel zou het kunnen. Maar dat is niet meer, dat zijn aparte stukken. Aparte stukken, maar die kunnen hier naar Nijenveen lopen. Ja, het is een mooi stukje natuur. Van de Nijenveenseboom naar Nijenveen. Ja. Wij gaan een stukje die route doen. Ja. Gelukkig staat daar de auto achter die brandnetels. Ja, maar dat zijn we niet. We zijn met Peer en Wagen toch, in die tijd. Oké, span die Peer in, hè? Ja. Dan spring ik aan de bak. Goed. Kom op, we gaan samen erin. Wij gaan erin. Pas op voor de braanhekkers. Ja, dat gaat zeker lukken. Ja.